kom aan in stijl. Niet de speed ligt in de winkels. IE heeft een heel tof event hier in Woerden bij de Porsche Tuner. Er zijn dus vette auto's. Ze hebben ook nog eens vette hamburgers. En je kan de game spelen. Moet wel leuk zijn. Let's go. We're gonna have a party. Er is hier een toernooi gaande tussen alle media en de nummer 1 gaat naar huis met een PlayStation. Nu heb ik er pas 2 en nog niet eentje in mijn badkamer, dus ik ga me gewoon inschrijven voor dit toernooi. Hell yeah. En onze cameraman Jurjen ook natuurlijk. Hoi. Hoi. Ik ben nummer 13, nou als dat niet goed komt. What the fuck. Jurjen, we gaan deze shit ownen, gast. Let's do it. We hebben gestreden. We hebben gevochten. Maar het was fucking kut. We reden met z'n zevenen. En ik was vijfde. Echt super slecht aan het begin. Ik begon achteraan een vette crash en kwam gewoon niet meer dichterbij. En Jurjen, die nu... die werd een hele respectabele zevende. Oftewel... laatste. Lekker bezig. Na deze gruwelijke en schaamteloze nederlaag is het tijd om ons verdriet weg te vreten met een lekkere lumpia. Ja man, mag ik nog 4 lumpia's van je? Lekker. Lekker. Nakai-san, een van de 5 characters uit deze Need for Speed, is een echte racegod in Japan. En hij heeft zelfs zijn eigen garages over de hele wereld, waarin hij gruwelijke Porsches maakt. Hij heeft er eentje in Japan, hij heeft een garage in Los Angeles en eentje in Woerden hier in Nederland. Hoe is dat mogelijk? En zij maken dus dit soort belachelijk vette creaties. Wauw.